Verheugde reacties op vertrek Eurlings. Zijn positie was al een tijdje onhaalbaar en nu is het zover. Camiel Eurlings, de man met de losse handjes, is afgetreden als lid van het Internationaal Olympisch Comité. Ik betreur de hele gang van zaken zeer, zegt Eurlings. De discussie over mijn al dan niet aanblijven leidt af van waar het juist nu om moet gaan. De sport en de sporters. Vandaar dat ik met pijn in het hart aftreed als IOC-lid. De mooiste vrijwilligersbaan van de wereld. De algemene teneur is dat mensen blij zijn dat hij eindelijk weg is. Veel mensen vallen over de opmerking in zijn brief dat hij de mooiste vrijwilligersbaan ter wereld gaat opgeven. Aangezien hij op een paar honderd euro vergoeding per dag kon rekenen. Alleen oud-politiewoordvoerder Klaas Wilting vindt dat hij aan had mogen blijven omdat hij kapot is gemaakt door de media. Nou, deze twitteraar heeft wel een suggestie voor een carrière-switch. Misschien kan Eurlings nu vlogs gaan maken voor het AD. En Jacques Brinkman, Olympisch kampioen en Telegraaf-columnist, noemt Esther Vergeer en Carola Tate als goede vervangers voor Eurlings in het IOC. Volgens chef Telesport Jaap de Groot kan het nog jaren duren voor er weer een plek is voor Nederland in het IOC. Maar Eurlings vertrek was onvermijdelijk. Het is het beste, denk ik, voor de persoon Eurlings. Want de griefbeker moest op de bodem leeg. Het is ook het beste voor de nationale discussie. Iemand met zo'n etiket op zijn hoofd, ja, die je dan voor de sport vertegenwoordigt in Nederland, dat werkt ook niet. De Tweede Kamer bemoeit zich mee, iedereen bemoeit zich mee. Maar aan de andere kant, hij zat daar op persoonlijke titel in het IOC. En die functie vervalt. En het kan zomaar 10 jaar duren voordat Nederland überhaupt een IOC-lidmaatschap terugkrijgt. Dus in de hele invloed van Nederland in een van de belangrijkste sportorganisaties ter wereld is dus nu gereduceerd door nul. En hij kan dus niet vervangen worden. En dat is echt een groot nadeel. Ja, maar dat hebben we toch uiteindelijk aan Camiel Eurlings zelf te danken. Ja, in feite wel. Ik vind ook dat de grote strategische fout die hij gemaakt heeft, is om niet vanaf dag 1 openheid van zaken te betrachten. Gewoon, hij is te weinig transparant geweest. Ik heb al eens gezegd, hij is te veel in de huid van de politicus blijven hangen in plaats van de sporten. De sportwereld is transparant. Iedereen kan zien hoe je wint, hoe je verliest.